Hey allemaal, fijn dat je weer kijkt naar deze nieuwe YouTube video hier op mijn YouTube kanaal. Ik ga vandaag snoep proeven. De vorige video's had ik allemaal takkies geproefd en dat vonden jullie zo leuk. Dus ik dacht, nou we doen nog een keer zo'n soort video, maar dan gaan we snoep proeven. Ik heb een hele grote doos gekregen met allemaal snoep. Dus we gaan maar gauw beginnen jongens. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En laten we gaan voor de 225 duimpjes omhoog. Hier is dan die super bijzondere doos. En ik heb deze producten mogen ontvangen van Snoepmaster. Ik heb voor jullie hier allemaal een kortingscode. En met deze code roep, krijg je 15% korting op je bestelling. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Oké, nou, ik dacht, ik ga gewoon lekker even een stoel erbij pakken. Ik heb lekker een kaarsje aangezet. Want het wordt hartstikke gezellig, dames en heren. Ik heb er super veel zin in. Let's start. Ik zie hier de popcorn Oreo. Maar het ziet er goed uit. Lekker. Oh, het ruikt in ieder geval al zo lekker. Let's try. Oh mijn god, dit is lekker. Oh, dit is echt heel erg lekker. Er zit echt Oreo ingesminkeld. Oeh, je kan zeggen wat je wil, maar echt een snack. De volgende die we gaan proberen is dit. En hier ben ik een beetje bang voor. Dit zijn Cravings Flurries. Oh, het ziet er zo uit. Een soort cakeje, een soort cadeautje. Oh, lekker snackerig. 3, 2, 1. Oh, niet zo heel lekker. Oh. Marshmallow met kokos. Ik hou zo niet van kokos. Oh, wat? Helaas, pindakaas. Niet echt heel erg lekker. De volgende die we gaan proberen is dit. Dit is Skittles Cotton Candies. Oftewel suikerspin. Hier ben ik echt heel erg nieuwsgierig naar. Dit lijkt me zo lekker. Wow. Oh, die geur. Wat ruikt het zoet. Oh, bye. Het ruikt echt zo zoet. Oh, maar god. Oh, lekker. Oké. Oh, Bob. Is dit nog wel goed of zo? Het smaakt wel echt heel vies zoetig. Het smaakt een beetje naar tandpasta-achtig iets. Nee, ik vind hem niet zo heel lekker eigenlijk. Oh, daar baal ik echt van. Meid, ik dacht echt dat hij lekker was. Oeh, ik sta er stil van. Oh nee, niet lekker. Het volgende is Oreo Wafer Roll. Laten we dit lekker openen. Oh, dit ziet er erg lekker uit. Dit smaakt echt wel heel erg lekker hoor. Oh ja. Dit smaakt erg lekker. Oké, het volgende is Sour Super Gel. Oeh, hier ben ik echt heel erg bang voor hoor. Daar gaan we. Oh, het is echt heel erg jelly. Oeh. Oh, dit is zuur. Ik kan echt helemaal niet tegen zure dingen. Aan de volgende. Jongens, we gaan echt als een trein. Hier heb ik een hele zak met allemaal snoepjes. Maar dit spreekt een beetje voor zich. Weet je, een dolfijntje, een koetje, een dingetje. Die kennen we allemaal, denk ik wel. Dus die laat ik lekker in die zak. Dat eet ik dan lekker een andere keer op. Heel lekker hoor, daar niet van. Ja, ik word nu al gewoon misselijk, hè. We gaan even door. En dit ziet er echt waanzinnig gestoord uit. Sour smokballs. Nou, ik weet niet of ik daar zin in heb. Ik vind ze er vreselijk eng uitzien. Oké, laten we er een blauwe en een groene doen. Oh, je moet opzuigen hoor, want beide doen pijn. Oh ja. Nou, ik vind het heel apart. Ik kan het niet echt plaatsen. Ik vind het zo zuur.
Maar waar het naar smaakt, echt geen idee. Oké, hier ben ik wel echt heel erg nieuwsgierig naar. Dit is een hele lange staaf. En banaansmaak heeft het. Wow, dit is groot. Oh, ik krijg allemaal weer pingeltjes en appjes en notificaties. Weet je, ik wil even een video opnemen. Hou op nou. Ja, ik word gewoon gestoord, joh. Doe even gewoon. Oh, lekker. Oh, ik vind dit heel lekker. Oh, meid. Oh, wat goed. Oh, het plakt enorm aan de kies. Maar het is zo lekker. Het heeft een hele lichte, zachte bananensmaak. Ga weer door! Hier hebben we... Oeh, wat is dit nou? Een Big Lick. Oh? Maar dit heeft helemaal een dop. Oh. Oh ja, dit is zo'n draaigeval. Zo'n draaibal. Ja, oh ja. Maar ik vind het zo irritant, zo'n bal. Oh, er komt een hele zure smaak af. Ik vind het... Oké, ik snap het niet helemaal. Oh, wat zie ik hier nou weer? Oeh, dit ziet er spannend uit. Oh, het heeft een bakje. Oeh, dit is echt even heel erg leuk. Een zure mat, denk ik. Maar niet zuur. Echt belachelijk veel. Wordt echt helemaal misselijk. Hij is zeker niet vies hoor. Zeker niet vies. Oef, jongens. Ik begin echt helemaal een soort misselijk te worden. Maar we zijn nog niet klaar. Ho, ho, ho. We hebben nog echt heel veel. Ik heb hier namelijk een Nerd Rob. Wat is dit? Oh, ik weet al wat dit is. Ik heb dit wel eens eerder al geproefd, volgens mij. Ja! Dit is zo'n gummy slang met geplakte nuts erop, hè? En dit is dan wel een tropical variant. Ik ben er niet zo fan van. Ik vind het een hele heftige rope. Hele heftige snack. Oeh, deze lijken me nou echt fantastisch. De M&M cookie. Oeh, die lijkt me echt heel erg lekker. Laten we die proberen. Spannend. Oh, schattig. Wow, alarm SOS nood. Een hele grote haar zit erin. Oh. Maar hou op, weer die telefoon. Oh, auw. Auw. Auw, en die telefoon weer. Ik stoot zo mijn neus tegen die doos. Auw. Maar die koek is wel erg lekker. Ik heb hier een drankje. Die moeten we ook proberen. Ik weet mijn god niet wat het is. Oh, wat is dit voor een leuke kleur. Een roze kleur. De Spring Edition. Oké. Oh. Het smaakt een beetje naar bes. Blauwe bes. Nou, heel zoet. Lekker wel. We gaan gauw door. En we gaan naar deze. En dit ziet er toch weer eens heel pittig uit. Carolina peperchipjes. Ik krijg helemaal vuur ogen. Het lijkt een beetje op die... Hoe heet ze nou? Niet die nibbits. Die kaaschips. Die zo wegsmelt in je mond. Kom er niet op de naam. Oh, het smaakt precies hetzelfde. Oh. Oeh. 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 Ah. Ze zijn wel pittig hoor. Oeh. Heel apart vind ik ze. Maar ze zijn niet vies. Maar hoe heet die chips nou? Ik kom niet op die naam. Dat ga ik echt. Dat wil ik gewoon weten. Kaasflips of zo. Kaasflips. Flippo's. Flippies. Nou, ik weet het niet meer. Weer die telefoon. Nou, ik word er toch niet goed van. Dit zijn de volgende, hè? Leuke snoepjes zijn dit, zeg. Oké. Oeh, wat een mooie kleur. Wauw. Een hele mooie kleur, heel fel. Oeh, het plakt echt heel erg aan mijn mond. Plakt heel erg, maar wel lekker hoor. Mij is dat goed. Oké, nu heb ik M&M's met pindakaasmaak. Nou, die combinatie vind ik zo apart. Maar ja, misschien ben ik van smaak veranderd en vind ik het toch heel lekker. Nou,
Hey. Ik vind het niet vies. Ik ben van smaak veranderd. Ik vind het lekker. Nou, dit meen je niet. Ik heb er hier nog één. En dit is met brownie smaak. Brownie. Spannend. Oh, meid. Oh, wat lekker. Deze is echt heel erg lekker. Oh. Ik heb hier nog heel veel andere snoepjes, maar deze lijken heel erg op diegene die ik al heb geprobeerd. Die stick met de aardbeien en deze met die appel. Dus deze laat ik gewoon even dicht, vind ik zonde om het allemaal te openen. Ja, waarom? En deze heeft er ook drie, maar deze ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want dit is een mystery. Kijk, hier zie je dat het bessen zijn, of druiven, kersjes. En dit is watermelon, dus dan weet je het al, maar dit is mystery. Dat vind ik wel heel spannend. Het heeft ook een hele aparte, bijzondere witte kleur. Nou, het smaakt naar niks. Het smaakt werkelijk waar naar niks. Ik heb geen idee wat ik nou eigenlijk in mijn mond heb gehad. En als laatste snoepje heb ik hier de nugget. Yay! Dit is ook wel erg lekker. Eigenlijk weet ik ook hoe dit smaakt. Maar goed, hij is wel even leuk. Doe er een paar in mijn handen. Oh! Maar nuggets blijven zo lekker, zo fijn. Lieve allemaal, ik wil jullie echt zielzinnig bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een dikke duim omhoog als je het leuk vond. Ik vond het zo gezellig. We hebben lekker allemaal snoepjes geprobeerd. Nou, het is te veel hoor. Het wordt helemaal misselijk. Laat zeker even weten in de comments welke jouw favoriet is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer.